Het is maandagavond 26 februari 2024 en ik wil even aan jullie meedelen dat ik zojuist een tegenaangifte heb ingediend bij de Rotterdamse hoofdofficier Hugo Hillenaar. Hillenaar ontving op 22 januari 2024 een aangifte van zijn Haagse collega hoofdofficier. En die was die hoofdofficier deed het verzoek bij Hillenaar om onderzoek te doen naar mij. En ik kreeg vervolgens een terroristenbehandeling. Ik werd geschaduwd, gevolgd, aangehouden en gearresteerd in een rijdende trein. Mijn e-mail en belgegevens werden getapt en bekeken. En mijn bankgegevens werden ook nog opgevraagd. Nou, heel bijzonder allemaal. Toen ik vast zat in een Rotterdamse cel achter de Coolsingel, het hoofdbureau, deed vervolgens een gemaskerde eenheid een huiszoeking in mijn huis. En ja, men nam iets mee. Men nam meer mee dan men in het procesverbaal had vermeld. En toen ik dus mijn spullen terugkreeg, de gegevensdragers, toen stond bijvoorbeeld de USB-stick van de gemeente Katwijk niet genoteerd als zijnde dat ze hem hadden meegenomen en dat ze hem teruggaven. Maar die USB-stick die is heel belangrijk, want dat is een belangrijke link in deze zaak richting de landsadvocaat. Maar goed, dat gaan we zien in de rechtszaak. Ik wil jullie nu even op de hoogte brengen. Ik heb een tegenaangifte gedaan tegen de zaakofficier. De zaakofficier is de leidinggevende van het onderzoeksteam. En de zaakofficier die is verantwoordelijk voor het samenstellen van het dossier. Maar het dossier bevat valse processen verbaal. Er is sprake van valsheid in geschriften. En ook, ja, ik zie het als bedreiging van een erkende klokluider van het ministerie van Justitie en Veiligheid. En ik ben opgepakt voor doxing. Maar deze tegenaangifte gaat nu voorlopig over valsheid in geschriften. En ik heb een verzoek gedaan bij de hoofdofficier van Rotterdam om een onderzoek in te stellen naar de gepleegde ambtsmisdrijven en tot arrestatie over te gaan. Ik ben zeer benieuwd naar de stap die deze hoofdofficier gaat zetten. Ik wil jullie ook even erop wijzen dat het Openbaar Ministerie in het organogram van het Ministerie van Justitie en Veiligheid onder de NCTV Pieter-Jaap Aalbersberg valt. En de Rijksrecherche ook. Dat is zeer dubieus allemaal. Want het OM heeft een loopbrugverbinding in Den Haag en Rotterdam naar de rechtbank van Den Haag. En ook in Rotterdam van het OM naar de rechtbank in, hoe heet dat nou? Ook nog naar de rechtbank van Rotterdam. Ze zitten met elkaar te konkelenvoezen. Het is niet onafhankelijk. Nee, wat dacht je? Dit is Nederland. Men wijst naar andere landen. Van de DDR, Rusland, Soedan, daar is het allemaal heel slecht. Maar Nederland, dat is de DDR in het multi-multi-kwadraat. Ik wens iedereen een fijne avond. Oh ja, ik deed aangifte vanavond tegen de zaakofficier. En Hugo Hillenaar heeft het om 21:25 geopend, het document, en gelezen. Het beste.